in het basisinkomen. Dat betekent, dat zijn niet alleen linkse kiezers, dat zijn ook behoudende kiezers. Anders kan dat gewoon niet. Dat is heel belangrijk om te weten. Volgende vraag. Met een basisinkomen zou iedereen stoppen met werken? Ja, nee, ik weet het niet. Met een basisinkomen zou iedereen stoppen met werken. Nou, ik zie een grote beweging. De mensen gaan allemaal bewegen naar het nee-bordje. De meeste mensen blijven werken. Er zijn 16 experimenten geweest wereldwijd met het basisinkomen. In de ontwikkelingslanden blijkt dat meer mensen willen gaan betaald werk doen. En in rijke landen zoals Nederland en Canada blijkt dat ongeveer 2-5% mensen minder gaan werken. En wat is dat dan? Dat zijn ouders met hele jonge kinderen, die geven daar gewoon aan. En dat zijn jongeren die langer gaan studeren. Allebei hartstikke goede ontwikkelingen. Daar maken onze politici zich druk over.